We gaan zo meteen bellen met een prins carnaval. Aankomend weekend sowieso wel los in Nederland met carnaval. En dan wordt er vaak gesproken over, ja, in het zuiden, in Brabant en Limburg is het volop feest. Maar ook elders in Nederland zijn carnavalsverenigingen actief. En vandaag hebben wij het genoegen om te mogen bellen met prins Mascherado. Goedemiddag. 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 Ja, wat ik daarnet zei, het wordt altijd vaak gesproken over het zuiden, Limburg en Brabant. Maar jullie en Zwaag mogen dit jaar voor de 50ste keer feest gaan vieren. Ja, en dat doen wij al 50 jaar met alle energie die wij hebben. En het is zelfs zo erg dat in het Brabantse en in het zuiden iedereen weet dat er een hele grote stip in Noord-Holland ligt. En dat is Carnaval City Zwaag. En dat vieren ze al 50 jaar en dat weten ze echt waar. In heel het zuiden weten ze dat. Ja, want even heel eerlijk, we hebben een beetje navraag gedaan bij mensen. En inderdaad, jullie worden genoemd van ja zeker kennen we dat. Al jaren actief. Maar wat is nou het grootste verschil tussen het Noord-Hollandse Zwaag en wat er in het zuiden gebeurt? Is er enig verschil? Ja, er is wel. Qua gezelligheid gaat het allemaal, doet het elkaar weinig onder. Maar in het zuiden vieren ze het heel veel op straat en om de kroegjes. Wij vieren het gewoon lekker warm in de kroeg. Maar onze optocht bijvoorbeeld, ja, die kan zeker wedijveren met wat er in het zuiden rond. Sterker nog, er worden hier wagens gekocht en die worden dan daar ook gaan ze rijden, omdat ze daar trots op zijn. De creativiteit die in Zwaag altijd lost, barst. Ja, dus dat is toch heerlijk, want ik heb ook gelezen in een artikel, want ik heb flink even mijn best gedaan om me te verdiepen in jullie carnavalsvereniging. Maar er wordt al geschreven, meer dan 2/3 van het dorp is actief op het vlak carnaval. Ja, je ontkomt er niet aan. Hè? Dan ben je echt een buitenbeentje. Je moet wel meedoen. Dat is vanaf de lagere school is dat zo. En sportverenigingen doen mee. En iedereen wil gewoon meedoen. Anders hoor je er gewoon niet bij die hele week. En ja, dat is toch zonde om langs de kant te gaan staan. En zo is het. Het gekke getal. 11, 12, 11, 22, 33, 44. Nou, vieren jullie dit jaar de 50ste editie. Is niet toebehorend aan het gekke getal. Staan er nog activiteiten op het programma voor de komende dagen dat jullie zeggen van nou, normaal gesproken doen we dit, maar als extra schepje daarbovenop doen we iets extra's. Kijk, we zijn sowieso een vereniging die zelf heel graag feest viert. Dus elke strohalm om iets te gaan vieren. Dus wij vieren ook de lustrums daarbij. Soms hebben we dus een jaar van 44 en dan vieren we gelijk 45 erachteraan. Maar je moet niet denken dat het met 46 en 47 jaar dat we het rustig eraan doen. Want wij geven in Zwaag alleen maar vol gas als het over carnaval gaat. Oh, dit jaar. En naar Prins Carnaval, nu hebben we het over 1 februari. Aankomend weekend gaat het losbarsten. Wat is de tip van de prins om zich heel goed voor te bereiden op carnaval? Vooruit slapen, is dat erbij of telt dat niet? Nee, slaap is zonde van je tijd. Okay. Feest vieren. Je moet een goede vorm blijven, dus je moet vormbehoud tonen. Dus elk feestje wat er is, dan moet je heen om vormbehoud te tonen. Zodat je met het Zwaagse carnaval in blakende vorm kan starten en dat 5 dagen voor lang vol kan houden. En dat gaan we redden in Zwaag. En we hebben een fantastische optocht op zondag. Start om 1 uur, alles is er gratis. Dat is echt het bekijken meer dan waard. Als ik dit zo hoor, dan denk ik dat er heel veel mensen zitten die denken, joh, wacht even, volgende week, ja, als het dan toch zo dichtbij kan zijn, vier het dan ook. In Zwaag moet je zijn. En dat alles onder de bezielende leiding van Prins Mascherado. Ik wens jullie namens Radio NL heel veel plezier. En dan zegt Prins Mascherado, alle mannen Zwaag, 1 uur, alaaf, alaaf, alaaf. Dank u wel voor die prachtig mooie woorden en heel veel plezier de komende dagen. Dank u wel. Prins Mascherado uit Zwaag. En wat ik al zei, aankomend weekend gaat het losbarsten. Ook op Radio NL. In Noord-Holland wordt de mooiste carnavalsoptocht van boven de rivieren gehouden. Kom zondag 7 februari om 1 uur naar Zwaag. Vrij entree en gratis parkeren. Meer info op www.carnavalzwaag.nl. Carnaval hier in Zwaag, ja daar kom ik zo graag. Vieren feest met het masker.